Ik had ooit een keer een gastcollege van een accountant en ik dacht, dat wil ik. Nou ja, dat is onder andere omdat ik het heel leuk vind om verschillende bedrijven te zien. Het is heel erg afwisselend, want ik zit dan 2 weken bij de ene klant en dan weer 2 weken bij een andere klant. Zorginstellingen, scholen, kleinere profitklanten, je kunt eigenlijk alle kanten op. En tegelijkertijd zie je, heb je en een kijkje in de keuken bij de klant, zeg maar. Dus dat is sowieso qua processen en ook qua cijfers. Wat is de omzet, wat is de winst, ja, noem maar op. Als trainee duurt het ongeveer 2 jaar. Zit ik in verschillende controleteams. Iedereen binnen een controleteam heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Maar er is altijd nog een senior teamlid die meer ervaring heeft dan ik zelf heb, die meekijkt met wat ik doe. En hoe meer ervaring je hebt binnen een controleteam, hoe meer posten jouw verantwoordelijkheid worden. Ik ga eigenlijk wekelijks naar een andere klant. Bij die klant doe ik ook eigenlijk elke dag weer een andere post. Of met name in het najaar kijken wij naar de processen van de organisatie. En dan hebben wij ook interviews met de klant. En hebben wij ook nog een voorraadinventarisatie vaak wanneer het van toepassing is. Verder hebben wij dan in het voorjaar echt de jaarrekeningcontroles. Dan ga je echt in de cijfers. Vanaf januari is de jaarrekeningcontrole. Dan gaan we dus echt per post, tussen kas, debiteuren, crediteuren, voorraad, ja, noem maar op. Zowel balans als winst- en verliesrekening gaan we dus echt de posten controleren. Mijn ambities zijn om nog door te groeien binnen KPMG. Mijn postmasteropleiding, die ik ook volg aan de Universiteit van Tilburg, af te ronden. En zo verder te groeien in het accountancyvak. Met de postmaster kun je eigenlijk registeraccountant worden en dat is toch ook wel een eis, wil je wat verder komen in het beroep en wil je meer richting managerfunctie gaan. Dus daarom ben ik daar maar meteen mee gestart om zo snel mogelijk die kant op te gaan. Nou, op vakinhoudelijk gebied denk ik dat vooral de vakken Accounting Information Systems en Auditing erg aansluiten op het echte werkveld. Maar bijvoorbeeld bij Accounting Information Systems maak je heel vaak casussen, dan werk je in teams. Nou, dat is wel echt iets wat nu dus ook weer terugkomt. Je doet het met het team, je doet het samen, je staat er niet alleen voor. Tijdens mijn master heb ik een aantal dingen geleerd. Ik denk vooral plannen, heel belangrijk is. Ik maak nog steeds iedere dag een planning 's ochtends van wat ga ik deze dag doen. Ook samen met het gehele team maken we een planning, zodat we gericht naar deadlines toe kunnen werken. Het is in principe hetzelfde als het toewerken naar een tentamen. Op een gegeven moment moet je pieken en moet het klaar zijn. Ik ben eigenlijk in het tweede jaar al begonnen met verschillende recruitmentactiviteiten. Van inhousedagen tot bedrijfsetentjes, tot business calls, tot meeloopdagen. Onder andere ook eigenlijk vooral bij EY. Dus ja, ik kan wel zeggen dat ik hier al eigenlijk al een aantal jaar kom. Ondanks dat ik hier iets meer dan een jaar pas echt werk. Wat ik zelf heb gedaan is bij Asset, de studievereniging, heb ik een aantal dagen meegedaan aan activiteiten. Daar komen dan verschillende kantoren naartoe en dan kun je eigenlijk zelf al kijken van wat hebben deze kantoren te bieden en wat past het beste bij mij. Vervolgens heb ik verschillende meeloopdagen gedaan bij verschillende kantoren, zodat je nog net even iets verder gaat en net ook binnen het team en het kantoor ziet en de sfeer kan proeven. En ook kan kijken van nou wat houdt het vak nu inhoudelijk in. Ja, het meedoen aan een recruitmentactiviteit vergroot echt je kansen om uiteindelijk werkzaam te worden binnen een accountantskantoor. Laat zien wat je kunt, dus doe mee tijdens een casus. Ga niet in een hoekje zitten, maar laat je actief zien. Discussieer mee, laat je mening horen en laat zien wat je in huis hebt. Waarom ze jou moeten kiezen.